ben Michael Dierks, projectleider technieken en duurzaam bouw bij Grootme. Tijdens het ontwerp van dit gebouw was ik verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met duurzaam bouwen. In eerste instantie werd gekozen, dankzij die goede renovatie en een zeer goede isolatie, voor een warmteafgiftetechniek op lage temperatuur. Dit gebouw is een renovatie, wat eigenlijk betekende dat we de betonnen vloeren konden behouden. Daar hebben we van gebruik gemaakt om een systeem van betonkernactivering te gaan toepassen. Het systeem van betonkernactivering laat ons toe om zowel te verwarmen als te koelen op een zeer duurzame manier, namelijk hoge temperatuur koeling, lage temperatuur verwarming. Het systeem van betonkernactivering wordt gevoed door middel van een warmtepomp die zijn energie voornamelijk haalt uit de bodem. Naast het element van verwarming en koeling hebben we ook op vlak van de ventilatie enkele duurzame ingrepen gedaan. In eerste instantie hebben we gekozen voor een systeem van CO2-regeling. Eigenlijk constant meten van de CO in de lucht om al dan niet meer of minder te ventileren om het energieverbruik binnen te beperken te houden. We hebben ook de luchtgroep niet groter gedimensioneerd dan absoluut noodzakelijk. Op vlak van verlichting hebben we gekozen voor een combinatie van zeer energie-efficiënte TL-armaturen, gecombineerd met LED-verlichting daar waar mogelijk. Die TL-armaturen worden aangestuurd door het zij daglichtregeling, het zij aanwezigheidsdetectie, om niet meer energie te verbruiken dan eigenlijk echt noodzakelijk is.